voel me nu net echt wat leed. Goedemorgen en welkom weer in een nieuwe video. Het is vandaag woensdag. Nog 2 dagen voordat ik naar New York vlieg. Nog 4 dagen voordat ik de New York halve marathon loop. Nog 7 dagen voordat ik weer thuis ben. Het is weer tijd voor mijn welbekende ontbijtje. Wrap met scrambled eggs en avocado. Kopje thee. En ik ga aan de slag. Oké, ik ben een soort van klaar om te gaan. Heb ik eigenlijk al verteld waar ik naartoe ga. Ik ga vandaag naar Papendal, topsportcentrum in Arnhem. En ik ga een video opnemen samen met Bjorn Blauwhof. Hij is 400 meter loper. Hij zit in het 4x400 meter Nederlands team. En ja, dat gaan we doen. De video is voor Wings for Life. Op 6 mei wordt weer de Wings for Life World Run gehouden. Dit keer op 3 locaties in Nederland. Maar daar ga ik jullie straks veel meer over vertellen. Ook over hoe je in mijn team kan komen. Goed, ik ga nu opschieten. Nee, voordat ik op ga schieten ga ik even vertellen dat ik een hele fijne nieuwe trui heb gekocht bij H&M. En dat ik daar heel erg blij mee ben. Hij is van Divided. En de broek is van Levi's. Die heb ik de hele winter niet aangehad. En ook al is het nog steeds niet echt heel erg voorjaarachtig. Qua temperatuur. Ik kon het nu gewoon echt niet meer laten. Ja, blote enkels. Ik zal het koud krijgen, maar... Het is 14 maart. Ik verklaar het voorjaar. Eigenlijk is het pas volgende week officieel voorjaar. Maar ik vind het nu al voorjaar. Het zonnetje schijnt wel buiten. Oké, ik ben net aangekomen. Het was echt maar een uurtje rijden vanaf Den Haag. Oké, ik ben aangekomen. Het duurde maar, het was maar een uurtje rijden of zo. Het zou kunnen dat ik 1 bekeuring heb. Ergens bij Utrecht, een trajectcontrole. Ik weet niet of je daar nou 80 of 100 mocht. Ik reed in ieder geval 100. Anyway, dat is van latere zorg. Het ziet er echt heel gaaf uit. Het voelt echt een beetje als een soort van vakantieparadijs. Echt met de oprijlaan om hier te komen. Ja, en alle borden met van Team NL en nog 50 dagen tot de World Cup. Want over 50 dagen is hier de World Cup motocross, volgens mij, als ik het goed zeg. Dan is het trouwens ook de Wings for Life World Run. Dus die dingen zou je kunnen combineren. Anyway, goed genoeg geluld. Ik ga op zoek naar de mensen van de Wings for Life World Run. Ik ben hier vandaag met Bjorn. Bjorn is lang en 400 meter loper. Ja. En vertel, wat doe je hier op Papendal? We trainen hier regelmatig met estafetten van de 4x400 meter. Ja. Dus dat is van atletiek. En ik train hier zowel met het team als soms individueel. En wat gebeurt hier nog meer op Papendal? We hebben de BMX baan daar. Daar is straks het BMX event. Ja, dat is trouwens tegelijkertijd met de Wings for Life. Oké. Ja. Top. En Vitesse zit hier, turnen, judo, alles eigenlijk zit hier op Papendal wat de topsport in Nederland betreft. En wat maakt het Papendal dan zo bijzonder? Eigenlijk de faciliteiten vooral. Alles is hier goed, alles is hier geregeld. En ja, het is allemaal centraal, de atleten zijn hier bijna dagelijks. Ja. Ja, dan kan je beter trainen. Het voelt voor mij ook een beetje als een vakantiedorp. Ik weet niet of het voor jou als topsporter ook zo aanvoelt. Nee. Geen vakantiedorp. Nee, er moet wel hard gewerkt worden elke dag. Okay, als je hier traint, moet je werken. Nou, wij gaan hier nu het rondje eventjes fietsen en dan, dan gaan we doen. Super. En hier is dus 6 mei de start van de run. En dan is daar het BMX evenement. En dan kun je met je startbewijs gratis naartoe. Tip. Hoe vaak train je eigenlijk per week? In het winterseizoen train ik 8 tot 12 keer in de week. Ja. En in het zomerseizoen is het vaak 8 of 7, omdat je dan natuurlijk ook wedstrijden hebt. Ja. Dus dan kan je niet altijd alle trainingen doen, want ja, je moet ook je wedstrijd lopen, je hebt de rust nog. Want hoe ziet dan een week voor jou eruit? Maandag, woensdag en vaak vrijdag tempo's. Dus dat zijn lopen op de baan. Ja. En dan de andere dagen doen we kracht, core stability, voetoefeningen, hordeoefeningen, allemaal dat soort dingen. Oké, we moeten eventjes een heuvel op. Dit vraagt iets van mijn, hoe heet dat? Uithoudingsvermogen. Ja, oké, we zijn er. De heuveltrainingen voor de Wings for Life run hier zo kan geen kwaad, denk ik. Maar je hebt afgelopen winter niet heel erg goed kunnen trainen, heb ik gehoord. Nee, klopt. In oktober heb ik mijn been gebroken. Ja. Zowel mijn scheenbeen als mijn kuitbeen. Ja. Ik ben daarvoor geopereerd. En we zijn nu weer hard op weg om terug te komen. Hoe heb je die blessure opgedaan? Potje voetbal. Voetbal. Potje voetballen met vrienden en ik kreeg een schop op mijn been. En daarbij heb ik mijn scheenbeen en mijn kuitbeen gebroken.
Shit. Ja, dat is niet slim. Nee. Maar we zijn... Ik ben ook gestopt met voetballen hoor. Ja, klopt. Ja. Helaas, dat gaan we niet meer doen. Nee. We gaan niet nog een keer risico nemen. Dus lekker hard aan het trainen nu weer. En zo direct hopelijk weer helemaal fit aan het seizoen beginnen. Wat is jouw eerste wedstrijd? Ik ga mijn eerste wedstrijd vlak voor de Nederlandse kampioenschap in Utrecht lopen. En wanneer is dat? Dat is eind juni. Okay. Dus ik ga proberen zo lang mogelijk, zo hard mogelijk te trainen om fit en heel aan het NK te staan. Dus ik loop ook pas echt een paar weken voor het Nederlandse kampioenschap loop ik mijn eerste wedstrijd. Zodat ik zo lang mogelijk de training kan doen. En dan is natuurlijk het uiteindelijke doel... Berlijn 2018? Klopt. Ja, in Berlijn willen we met de estafette jongens willen we de 4x4 willen we voor medaille gaan. Dus daar zo hard mogelijk trainen om dat te doen met die jongens. Hier ligt de baan. Die is niet echt klaar op dit moment, hè? Nee, die is nog niet toegankelijk. Nee? Die is straks wel als het goed is helemaal klaar. Ze zijn nu de buitenbanen aan het regelen en de heuvel. Ja. En hier gaat het rondje ook overheen. Ja. En waar train jij nu dan? Wij trainen nu, als we met de bond trainen we of in de hal, die je net zag. En anders dan trainen we bij atletiekbanen hier in de dorpen hiernaast. Zodat als we wat gaan doen, dat we dat samen kunnen. Ik heb eigenlijk best wel een beetje trek. Ja. Jij? Ja, ik eigenlijk ook wel. Ja. Zullen we wat gaan eten? Heb jij daar nog een speciaal dieet? Of ga jij voor de biologische kalfskroketten? Nou, ik moet eigenlijk maar mijn dieet houden sinds mijn beenbreuk. En dat doe ik heel netjes met heel veel kwark, eiwitten nemen om te herstellen. Maar het ziet er wel heel lekker uit nu op het Ja. Volgens mij zijn we toch voor de kroketten gegaan, hè? Ja. Lekker gegeten? Heerlijk gegeten. Heerlijk top gegeten. Ga je dit ook eten voor je, voordat je de Wings for Life World Run gaat lopen? Nee. Dat is een lekker kwarkje en een shake. En that's it. Oké. Okay. Ja. En jij doet ook mee toch? Met de... Ja, ik ga het vanuit Spanje doen. Ik ben daar op trainingsstage. Dus ik ga in Spanje lopen. In de buurt van Malaga. Ja. En lekker daarvoor. Heb je jou een doel voor dan? Nee, nog niet. Nee, nog niet. We gaan nog even trainen. We gaan nog even trainen. We moeten ook nog even trainen. Ik kan niet zomaar even een paar kilometer gaan lopen als sprinter. Ja, ik ben 6 mei helaas niet in Spanje. Ik ben gewoon hier op Papendal. En jij kan er ook bij zijn. Oké, download allereerst de Wings for Life World Run app en klik op Register Now. Vervolgens klik je op Pay the Entry Fee en vul je gegevens in. Vul vervolgens je betaalgegevens in. De kosten zijn €20 en komen geheel ten goede aan dwarslezenonderzoek. Vervolgens kun je aangeven of je de run individueel of met een georganiseerde loop wil lopen. Zelf ben ik bij de georganiseerde run op Papendal aanwezig. Tot slot kun je je ook nog aanmelden bij een team. Bijvoorbeeld bij Team Anne Merel of Team Björn. Ben jij erbij op 6 mei? Oké, dat was echt superleuk. Ik vond het echt heel erg leuk om hier te zijn. Het voelt gewoon echt als een soort van sportief dorp. Ik zag ook Daphne nog haar training doen. Ik was tempo's aan het lopen en dat ging echt hard. Niet. Het voelde gewoon... Ik kan het niet zo goed omschrijven, maar het voelde echt als een soort van vakantiepark waar iedereen met topsport bezig was. Ik ga nu weer naar huis rijden. Ik hoop dat ik net voor de files zit. Het is nu 2:30. Dus ik denk dat ik het net ga redden. Oké, ik heb goed nieuws. Ik reed net langs de trajectcontrole waar ik niet wist of je 80 of 100 mocht. Maar het is 100. Dus ik denk niet dat ik een boete heb. En om dat te vieren... heb ik een frappuccino gekocht. Het is gewoon al bijna 8:00 en ik heb nog geen avondeten op. Ik ben bezig met het editen van deze video. Ik edit het namelijk niet alleen voor mijn eigen vlog, maar ook voor Wings for Life. Ik steun dat goede doel. Dus het is niet betaald, niet gesponsord of wat dan ook. Ik doe dit gewoon omdat ik Wings for Life graag steun. Al het geld dat wordt opgehaald door Wings for Life gaat naar het goede doel, naar het dwarslezenonderzoek. En ik heb daar vorig jaar een vlog over gemaakt waarom ik dat belangrijk vond. En dat zal ik hier beneden nog eventjes voor jullie linken. Oké, ik heb echt de meest ongebalanceerde avondmaaltijd. Ik heb een wrap met knoflook, mayonaise en vegetarische kip. Het is restjesdag. Het is trouwens wel echt heel lekker. Tijd voor een toetje. Het is 9:30. En ik ben moe. Ik denk dat ik gewoon lekker naar bed ga. Dat ga ik doen. Of misschien ga ik eerst dit opruimen. Oké, voordat ik ga slapen ben ik alvast een klein beetje begonnen met inpakken van mijn koffer. Ik heb... hier wat kleding liggen. Beautyspullen zijn ingepakt, medicijnen ook. En
Weet je wat ik net gevonden heb hier in deze pak. Zodat ik morgen niet op Schiphol of overmorgen op Schiphol weer moet gaan zoeken. 3 Amerikaanse stekkers. Want ik moet iedere keer een nieuwe kopen. Omdat ik ze altijd kwijt ben. En nu heb ik ze gewoon alle 3 gevonden. Ik ga het ooit nog een keer leren. Oké, nu ben ik echt klaar mee. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie bij de volgende video. En die is waarschijnlijk vanuit New York.